start met de Zipmaai racers van de Zipmaai team Buffalo in Opmerken. Daar zullen we toch nog een behoorlijk aanpozen in die natte bocht. Maar de racers hebben het gelukkig gehad. Ja, die heeft het inderdaad niet gered. Toen net de vorige ronde moest ik de vorige mooie ook al eruit. Die liep inderdaad wat warm. Nou dacht ik, die pak ik een andere mooie mee. Dan kan ik hem wel uitrijden, maar dan rijd je het zelf inderdaad vast. Ja, jammer, maar het doet er ook bij. Johan van Kampen wordt gevolgd door Peter Ruijs. En daarachter naar Marco van den Berg. Met gevolgd door startnummer 134 Dijkema. Wordt er ingehaald door Stef Blok, startnummer 70. En Saskia Wolwijk die rijdt hem ook nog even voorbij. Dus dan kun je mensen er altijd stoppen in plaats van dat je alles in de soep hebt liggen. Want als er rond kapot is, dan wordt het dan weer een dure business voor nieuwe onderdelen en sleutelhuren. Dus dan kun je mensen wel wat in stoppen in plaats van dat je alles kapot hebt. Zoals ik toen ook al zei, het is behoorlijk bitter voor onze mooiers. Op deze zware baan hier in Tijnje vandaag.